De nieuwe ministers Jerry Miranda, Roline Samsudin, Christine Polak, Ildes Polak-Bigli en Ferdinand Welzijn maakten vandaag hun opwachting in de Nationale Assemblee. Met het parlement deelden zij hun algemene voornemens. Ook hebben zij hun inzet toegezegd en ondersteuning gevraagd van het parlement. Minister Samsudin van Ruimtelijke Ordening en Grondbeheer en minister Polak-Bigli van Buitenlandse Zaken zeggen beide er klaar voor te zijn het werk op te pakken. En we weten, we zijn ervan bewust, dat het een veelomvattende taak is. En vooral ten aanzien van het gronduitgiftebeleid. Ik reken op de ondersteuning van uw college, van uw geacht college, dat wij een constructieve samenwerking zullen hebben op het gebied van bos- en grondbeleid. Omdat wij weten wat er allemaal daar speelt. Ieder van u is geconfronteerd met de behoeften van de bevolking en klachten van de bevolking. Wij hopen een stukje ordening daar te brengen, maar ik reken ook erop als er maatregelen getroffen moeten worden en wetten zullen moeten worden aangepast, dat ik op uw ondersteuning mag rekenen. Dank u wel. Ik ben ervan overtuigd. Ik heb ook geluisterd naar de vragen die gesteld zijn geworden door uw college in het kader van de Kustwachtwet, dat we binnen CARICOM veel meer kunnen gaan doen, kunnen afkijken, kunnen gaan participeren en maar meer belangrijk, financieel voordeel uit gaan halen, cultureel voordeel uit gaan halen, sociaal voordeel uit gaan halen. Suriname is lid, al sinds 1995. En ik denk dat u bij mij een springplank hebt om dat plaatje groter in beeld te brengen. Ik heb nog een andere passie, want dan zult u me zeker uit dat veld kennen. Jongeren, jeugd. Ik heb geloof in onze jeugd. Ik denk dat u dat ook hebt. En ik zal waar mogelijk, waar nodig, die ondersteuning aan onze jongeren, middels wetgevingsproducten waar u bij komt kijken, maar ook gewoon beleid dat gaan ondersteunen. VHP-parlementariër Chandrika Persat Santokhi merkte op dat het parlement officieel niet op de hoogte was van de aanvullingen en veranderingen in de regering. NDP-assembleelid André Misikaba gaf aan dat de ministers op een cruciaal moment in de regering stappen. Ik zie namelijk dat ze mededelingen doen waarvan wij als parlement officieel nog geen kennis dragen. Want twee ministers hebben net over hun ministeries gesproken, die nieuwe ministeries zijn of aanvulling gehad hebben als ministerie. Maar de vraag is, is het al officieel? Is het parlement al officieel in kennis gesteld van de nieuwe ministeries met de nieuwe departementen? Of ik weet niet of het afdelingen zullen zijn, of er een naamwijziging gaat plaatsvinden. Maar het is parlement, voorzitter, samenleving volgt. Laten we ook netjes blijven, formeel blijven en kijken wat de stand van zaken is. Want het kan niet zo zijn dat als de ministeries nog niet formeel zijn ingesteld, dat ministers hier namens dat ministerie hier komen praten en uitleggen hoe dat ministerie eruit ziet. Voor dat is even op orde punt. U komt niet in een periode waar middelen voor het oprapen zijn. We zijn in een hele kritieke situatie in die samenleving, in het land. Dus u zult heel creatief moeten zijn om... Lid Gayadin, u heeft het woord niet. U heeft het woord niet. U mag zeggen wat u wil en lid Misikaba mag zeggen wat hij wil. Kunt u rustig zitten? Kunt u rustig zitten? U verstoort de orde. Ja. Lid Misikaba. Ja, voorzitter. De middelen zijn onder heel grote spanning, dus er gaat veel creativiteit van u gevraagd worden. Laat me afsluiten door te zeggen dat u de ondersteuning heeft in elk geval van de coalitie en zeker van de NDP-fractie. Houd je rekening mee, want ik ga u zeggen, ik zit al een tijdje hier en ik heb verschillende ministers zien komen en gaan. Ze beginnen goed. Vragen de ondersteuning van het parlement, krijgen die ondersteuning ook. Op een gegeven moment, dan
glijden ze af van het parlement. En dat is de realiteit. En dan plotseling doen ze hun eigen ding. En ik ga u zeggen, op een gegeven moment gaan ook die partijpolitieke belangen op uw vloer komen. Maar u heeft de fractie hier om u te ondersteunen daarbij. Want bepaalde van die belangen zijn zo groot dat u ze niet alleen aan gaat kunnen. VHP-parlementariër Chandrika Persat Santokhi en NDP-assembleelid André Misikaba. De nieuwe ministers Jerry Miranda, Roline Samsudin, Christina Polak, Eldis Polak Bigli en Ferdinand Welzijn maakten vandaag een opwachting in de Nationale Assemblee.